In Rotterdam is er een bijzonder initiatief om jongeren te laten stoppen om een mes bij zich te dragen. Jets probeert met basketbal jongeren op andere gedachten te brengen. En dat gebeurt aan de hand van rolmodellen. En je ziet in wijken, ook zoals hier in Schiemond, maar eigenlijk in de regio breed, ontbreken die rolmodellen heel erg. En die proberen wij te bieden middels basketbalcoaches, maar die wel een herkenbare achtergrond hebben en pedagogisch heel sterk zijn. James is een van de jongeren die op andere gedachten is gebracht. James, niet zijn echte naam, droeg een mes omdat hij zich onveilig voelde. Door vijanden, mensen die met messen rondliepen. En je weet niet wanneer de beurt is. En je ziet, als je niet zegt, niemand zegt, neem het handen. Dat is wel getrokken. Dus het was eigenlijk voor zelfbescherming? Ja, eigen bescherming. Voor mezelf. Hoe kijk je erop terug dat jij met een mes rondliep? Ik vind het niet goed, want als ik niet terugkijk, kon het eigen uitlopen. Maar door Jets is het gestopt. Hoe heeft Jets ervoor gezorgd dat jij geen mes meer met je meedraagt? Ik kon meer bijdragen bijna. Ik train heel vaak, dus toen nam ik elke keer meer afstand van de jongens. Mijn coaches gingen me mee helpen. En toen kwam ik ook van zo'n situatie en wist in welke positie ik zat. En de coaches waren eigenlijk meer een band voor vader voor mij. Dus al die coaches hier, dat zijn echt iconen voor jou, zijn echt rolmodellen? Ja, mijn vader, want je zou zeggen, iedereen Jets is niet mijn vriend, maar meer mijn familie. Jij bent nu met vele andere jongeren hier bij Jets. Hoe vind je het hier verder? Ik vind het goed, want de sfeer, iedereen past zich aan op jou. En niemand gaat je uitschakelen of niemand doet met de mes. Het is gewoon, je voelt je veiliger.